Hallo allemaal, mijn naam is Peter, dit is Motortest 2. En welkom bij een nieuwe video. Ik sta hier met Henk-Jan. Goedemorgen. Goedemorgen Peter. En we hebben wat te vieren. Ja. We hebben daarom een glaasje bubbeltjes gekregen. Nou, het is altijd ergens 5 uur in de wereld, dus het maakt niet uit hoe laat het is. Ik ben voor. Ja. En wat hebben wij te vieren? Hier staat, en dan ga jij me alles vertellen, want ik heb geen huiswerk gemaakt. Ik heb een klein beetje opgelet, maar jij weet als het goed is alles uit je hoofd. Ja, ik weet al veel. Ja. De 2025 Panigale V4S. Ja, het is de 7e generatie. 7e generatie. Ik neem ondertussen wel even een slokje. Hoor. Ja, ik ben ook even... Wat de meeste mensen online gelijk al opgevallen is, hoop discussie, de achterbrug. Laten we gelijk daarmee beginnen, met de achterbrug. Ja. Ik vind hem mooi. Ik vind het fantastisch. Ja. Ja, en wat is de reden dat ze voor deze achterbrug hebben gekozen en niet meer de signature single side swing arm, want dat was het natuurlijk altijd. Ja, het zijn de kilo's. De kilo's. Ja. Puur de bouw is gewoon makkelijker. Makkelijk techniek toepasbaar, dus minder zware onderdelen. Ze hebben dit toch al een tijdje in de MotoGP, dat ze niet meer met een single side arm rijden. Dus in de racerij doen ze dat ook al lang zo. Dan de optische dingen. Wat gelijk opvalt, vond ik verschrikkelijk mooi, laat ik in de detailshots wel even zien. Je zit een voorkantje aan. Ik ben natuurlijk ook nog een stickertje op. Hè? Ja, te laat. Het is een motor van Startwind. Dat hadden jullie er wel in de gaten, toch? Ja, maar... Plak jij er maar een stickertje op. Nou, Dylan is er niet. Het gaat direct fout allemaal. Dylan, gefeliciteerd nog, hè, trouwens, met je vaderschap. Dat is voor jou, jongen. De voorkant, en ik ben een beetje een Formule 1 gek, als je dat kijkt, lijkt het bijna op de voorvleugel van een Ferrari. Zoals die zo mooi doorloopt. Dus ik vind hem prachtig. Hij is slanker, hij is spitser. Gewicht? Lichter. Hij is 2 kilo lichter, 0,5 pk erbij. 2 kilo licht, nou dat is marginaal, maar toch. Ja. En het grappige is, wat volgens mij het allergrootste, het is nog steeds hetzelfde V4-blok. Ja. Maar... Nee. Ja en nee. Er zijn een paar dingen echt wel anders aan. Zoals? De quickshift zit in het blok tegenwoordig. Oké. Okay. De verhoudingen van de versnellingbak zijn anders geworden. Ja. Het is ook een Euro 5 plus. Ja. Dus de emissie, het hele verhaal, het is... Ja, grote lijnen wel hetzelfde blok, dezelfde configuratie, maar er is wel echt wel anders opgedaan. Gewoon wel weer geüpdate op allerlei fronten. Ja. Wat ik zie als je op internet gaat kijken, ze hebben natuurlijk al die officiële, waar ik nog steeds niet voor uitgenodigd word overigens, die officiële track day launch van de motoren gehad, waarbij de echte persmensen worden uitgenodigd. Daar zijn jongens bij die kunnen echt wel serieus rijden. En dat is gelijk een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp, dus dat de elektronica, daar zit zo'n beetje de grootste verandering in. En het is dat die nieuwe elektronica, mannen die al vaker op hetzelfde circuit gereden hebben, eigenlijk bijna bij de eerste run dat ze de baan op gaan, al bijna een seconde sneller weten te rijden als wat ze ooit gedaan hebben. Dus het schijnt, tuurlijk is een Panigale ook voor het circuit, misschien eigenlijk wel nog meer voor op het circuit als voor op de openbare weg. En daar maakt hij echt het verschil, ja, volgens mij. De ontwikkeling, het digitale verhaal, is hier een grote speler in. Ja, hè? Absoluut. Er zit en daar heel is veel... Ducati best wel toonaangevend, vind ik. Ja. Die elektronica, gaat mij die ook helpen met het wat prettiger rijden op de weg, denk je? Nou, dat deden ze wel natuurlijk. Maar nog prettiger, dat weet ik, moet er nog mee gaan rijden. Nou ja, morgen ga ik lekker rijden en dan weet ik het. Dus ik kan het in het volgende filmpje even doen. Nou, ik hoop hem van de week ook even te mogen testen. Ja. Kijk, prettig rijden, je kent mij, ik ben eerlijk, ik ben natuurlijk een grote Multistrada-fan. Prettig rijden is een Ducati op de openbare weg. Het is niet een comfortabele motor, het is een sportmotor. Het zou gek zijn als dit een comfortabele motor is. Ja, maar als je erop zit, elke keer maken ze hem toch weer comfortabeler. Mag ik mijn been even eroverheen gooien? U mag dat. Hé, hij lijkt hoger. Ja. Kom ik minder goed met mijn voeten bij de grond? Ja, klopt. Ja, hè? Iets een fractie hoger. Merk je gelijk. Dus het kontje is iets hoger gezet. Ja, die je waarschijnlijk ook wel weer elektronisch zelf kan regelen door de middel van de preload. Klopt. Ja, ik merk niet 1, 2, 3 een verschil dat ik nu minder naar voren hang. Ik kan minder achteraan zitten. Of naar achteren zit. Ik heb wel het idee dat ik wat meer ruimte op de zadel heb. Ja. Vergeleken de vorige. En natuurlijk zit je in de ultieme sporthouding met zelfs je hakken achter je kont. Nou ja, goed, dat mag ook, hè. Sterker nog, dat wil je graag bij een Panigale. Ik ben heel benieuwd, straks op de weg... of die elektronica dan inderdaad ook op de weg
wat prettiger maakt. Ik zal, dat weet ik nu al, niet in de maximale sportstand gaan rijden als je op de weg rijdt. Volgens mij wil je dat ook niet. Er zijn mensen die het wel doen. Respect als je dan de motor goed op de weg weet te houden en de politie weet te ontwijken. Heel veel respect. Niet mijn ding, maar op het circuit denk ik. Ja. Weet je, en het stomme is, en ik, volgens mij spreek ik nu voor heel veel mensen, is de, en zeker mensen van mijn leeftijd, is dat we natuurlijk eigenlijk dit het allermooiste vinden. En dat we de lijnen het allermooiste vinden. En dat we weten dat dit de pinnacle, de top van de techniek is. Maar als je dan toch met je oude lullenlijf op een motor moet gaan zitten, dan kies je toch heel gauw voor een Multistrada. Ja, dit is wel. Dit is wat je vroeger als poster boven je bed had hangen. Ja. Grote dash zit erop, weet ik. Oh, hey, die is een hele andere layout. Ja, en dan heeft hij een G-sensor. Ja. Ook de lean angle kan die nou meten. Het remmen en het accelereren, dat geeft hij heel mooi aan. Ja, dat kon hij natuurlijk altijd al. En nu kun je het zelf zien dus, ja. Inderdaad. Ja. Ja, kijk, we kunnen erover lullen, maar we moeten er natuurlijk op gaan rijden. Dat is het belangrijkste. Ja, laten we het gewoon zo doen. Nog een keer proost. Op een prachtige, mooie nieuwe motor. En ik hoop dat ik hem een keertje ook op circuit mag gaan doen. Dus dit was even een eerste indruk hier in de showroom bij Startwin Motors. Ik hoop dat je een leuke video vond. Laat me in de comments weten wat jij ervan vindt. Of je wel of niet fan bent van die achterbrug. Ga lekker los in de comments. Ik hoor het allemaal wel. Dit was Motortest TV. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.